hebben natuurlijk heel veel boeken over Rembrandt geschreven. En over zijn eerste vrouw Saskia wordt veel geschreven. Er zijn romans geschreven over zijn derde liefde, Hendrikje Stoffels. Maar helemaal niets over Geertje. Schrijfster Simone van der Vlucht brengt eind deze maand haar nieuwe boek uit over Geertje Dirks, de tweede liefde van de 17e-eeuwse schilder Rembrandt van Rijn. Geertje was kindermeisje bij Rembrandt en zorgde voor zijn zoon Titus. Maar vrijwel niemand weet dat ze ook een groot deel van haar leven in Horen doorbrengt. Samen met een historicus ontdekt Simone dat Geertje jarenlang in een herberg op de Grote Noord gewerkt heeft. Dat moet dus hier geweest zijn, waar nu de kledingzaak Jack & Jones zit. We weten niet hoe groot de herberg was, maar het is wel op die kavel geweest. Het verhaal van Geertje is nog niet eerder zo uitgebreid opgeschreven. Waarschijnlijk omdat er voor lange tijd weinig bekend is en ze in kwaad daglicht stond. Wat er is, stamt uit het begin van de 20e eeuw. En daarin is Geertje een overspannen viswijf die erop uit is om Rembrandt te benadelen. Urenlang brengt Simone door in het Westfries Museum, bij het schilderij Gezicht op Horen. Ik kan me ook voorstellen dat ze hier op het hoofd heeft gelopen en dan kom je hier zie je de Veermanskade. Tijdens schrijven komt Simone erachter dat ze vroeger zelf familie moet zijn geweest van het gezin waar Geertje later kindermeisje wordt, op de Oude Doelenkade. En daar heeft ze heel wat jaren gewerkt. Dus dat is natuurlijk heel erg leuk om dan daar te lopen en je voor te stellen dat zij daar ook gelopen heeft. Ik vind het wel belangrijk dat er eerherstel komt voor Geertje. Dat is voor mij eigenlijk de belangrijkste motivatie om dit boek te schrijven. Bijna niemand weet dat ze hier ontzettend lang heeft gewoond, misschien wel bijna 20 jaar. Dus dat moest nodig eens eventjes onder het stof vandaan komen.